Koudschuim. Geweldig materiaal. Biedt enorm veel voordelen, met name voor matrassen. Het gaat heel lang mee. Het is heel veerkrachtig, waardoor het goed ondersteunt. Het heeft een hoge puntelasticiteit, waardoor het makkelijk voegt naar je lichaamsvorm. Het heeft van nature een open celstructuur, waardoor het heel goed kan ventileren en vocht doorlaten. Dus mensen die bijvoorbeeld vrij veel transpireren, het matras wordt niet klam. Belangrijk. Kelvorming komt bij goed koud schuim eigenlijk niet voor. Maar daar gaan we. Goed koud schuim. Wat is goed koud schuim? Waar kan je aan zien dat het een goede kwaliteit koud schuim gaat? Het beste koud schuim heeft een hoog polyolverhouding, heeft een relatief hoge densiteit en een hoge HR-waarde. De HR-waarde is wellicht het minst belangrijke. Er worden door veel collega's wordt gezegd dat de HR-waarde de kwaliteit weergeeft, maar dat is echter niet het geval. De HR-waarde is eigenlijk wat weegt het schuim. Hetzelfde als bij polyether, de SG-waarde, het soortelijk gewicht. Wat weegt een kuub? Dit is bijvoorbeeld een HR50, weegt dus 50 kilo per kuub. De densiteit, dus de KPA, het is allemaal heel technisch, maar goed, ik zal er kort doorheen gaan. Dat is dus de kilopascal, dus de tegendruk dat het schuim geeft. Dat is al veel meer, veel belangrijker als kwaliteitsnorm. Maar de belangrijkste kwaliteitsnorm is de polyolverhouding. Polyol is een stof die zorgt voor de elasticiteit tussen de cellen. Die polyol is echter heel duur. En alleen de goede schuimfabrikanten gebruiken vrij veel polyol. Hoe meer polyol er gebruikt is, hoe langer het mee zal gaan en hoe prettiger het voelt, hoe meer steun het ook zal bieden. Waar kun je het nu aan zien? Nou, eigenlijk kan je het bijna nergens aan zien. Je kunt het zien aan de schuimleverancier. De leverancier is misschien wel de belangrijkste pijler. Maar dat is voor de consument heel lastig. Want wie is dan die schuimfabrikant? Je kunt het ook wel zien aan de prijs. Een goed koud schuimmatras moet bijvoorbeeld minstens 20 centimeter dik zijn. Als we dan uitgaan van een 90 bij 2 maat, 20 centimeter dik, dan moet een goed koud schuimmatras kost dan al gauw €400. Maar kan ook voor 600 of 800 of zelfs €1200. Ik maak me echter over één ding wel zorgen. Dat is, ik zie nu hele slechte koudschuimen op de markt komen. Komen met name uit China, maar gek genoeg ook uit Duitsland. Dat zou ik zelf niet zo snel verwachten. Maar waarschijnlijk heeft het te maken met de crisis. Elke euro telt. Dus als ze het iets goedkoper kunnen maken, dan zullen de meeste fabrikanten dat niet laten. Waar uitzicht dat in? Nou, dat uitzicht erin dat het makkelijk gaat verpoederen. Hier is een mooi voorbeeld ervan. Dit is niet zo'n goed koudschuim dus. Het verpoederen, dat is ja, dat er dus te weinig polyol in zit. Ook verliest het dan zijn veerkracht. Het wordt stugger. Dus het comfort loopt terug. En omdat het zijn veerkracht verliest, ondersteunt het ook minder goed. Dus koudschuim kan geweldig zijn, of is geweldig. Zo, dat vind ik tenminste. Want ik werk vooral met goede koudschuimen. Maar als je het slecht neemt, dan werkt het eigenlijk niet. En dat is heel jammer. Dus ik maak me daar heel veel zorgen over. Want ik ben bang dat in de toekomst koudschuim niet meer zo'n goede naam zal krijgen. Maar dat is dan niet anders. Ik denk voor u, om in te schatten of het een goede kwaliteit is of niet, eigenlijk de prijs is. En of de schuimfabrikant. Eupen is een geweldige schuimfabrikant. Is eigenlijk de Rolls Royce onder de schuimers. Maakt met name medisch gekwalificeerde schuimen die dus voor een ziekenhuis mogen. Want er zijn ook nog heel veel stoffen die erin kunnen zitten die je er niet in wil hebben. Tenminste, ik wil ze er niet in hebben. Bijvoorbeeld brandvertragers, giftig. Of dat het behandeld is tegen huisstofmijt. Ook giftig. Let er dus goed op dat u het koopt bij een goede leverancier. Anders dan komt u van de koude kermis thuis misschien. Koud gaan.